Oh, deze is echt heel erg lekker. Een soort zonnepaneel voor je telefoon. Dus dat lijkt me ook wel heel erg handig om te gebruiken. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Joyce en op mijn eigen kanaal maak ik ook regelmatig shoplogs. En vandaag heb ik hier dus weer eentje voor jullie op het kanaal van Action. Ik ben dus al op pad geweest en ik had deze keer echt een missie dat ik allemaal leuke, handige spulletjes wilde vinden voor de zomer. Dus om mee te nemen op vakantie, voor in huis, voor in de tuin, noem het maar op. Ik heb hier naast me al de tassen staan. Ik kan echt niet wachten om alles aan jullie te laten zien. Ik zal ook nog even wat beelden uit de winkel laten zien. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze video. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook zeker niet om even te abonneren op het kanaal van Action. Dan ga ik jullie eerst even de beelden uit de winkel laten zien. En dan gaan we samen de tassen uitpakken. Ik ben nu in de winkel. Ik sta nu bij de weekacties. Ik vind het ook altijd leuk om hier alvast even te kijken. En deze gaat sowieso mee. Hier hebben ze namelijk van die powerbanks. En dit had ik echt nog op mijn lijstje dat ik die nog moest hebben. Als je bijvoorbeeld een dagje weggaat of je moet de hele dag reizen, dan is dit gewoon perfect om mee te nemen. Dus deze gaat alvast mee. En dit is ook een van die dingen die ik echt op mijn lijstje had staan. Namelijk van die zonnebrandolie met dus bronzingspray. Deze is €2,69. Ik vind deze flesjes er ook allemaal heel erg leuk uitzien zo. Ik weet niet of jullie het kennen, maar dit zijn van die citronella soort wierookstokjes is dit. Maar dan dus in een rondje. Blijft heel lang branden en ik vind die heel erg fijn, want wij hebben altijd heel veel last van muggen. En die is ook maar €1,59, dus deze gaat mee. Dit zijn ook van die dingen die iedereen pas gaat zoeken als je het echt nodig hebt. En dan ben je eigenlijk alweer te laat. Maar hier hebben ze in ieder geval nog genoeg ventilatoren. Dit heb ik zelf echt nog nooit gezien. Het is eigenlijk een soort zonnepaneel voor je telefoon. Dit lijkt me echt heel erg handig als je gaat kamperen. Dan kan je deze gewoon op je tafel leggen. En dan laat gewoon je telefoon op. En die is trouwens €19,95. Ze hebben hier ook van die trolleys. Van die kleine die je als handbagage mee kan nemen. En van die grote. En ook zo'n soort tas. Die zijn ook altijd wel handig. Zeker als je gaat kamperen of zo is het nog veel handiger dan zo'n koffer. Maar die hebben ze dus ook. Vind ik ook niet duur moet ik zeggen. €22,95 vind ik echt niet duur. En echt, wie nog een strandtas nodig heeft. Deze zijn zo ontzettend leuk. Ze hebben die in allerlei verschillende printjes. Ik heb zelf precies deze. Ik gebruik hem heel vaak. Echt heel erg leuk. Dit soort dekentjes vind ik zelf altijd heel erg fijn om in de zomer te hebben. Als je dan gewoon s'avonds buiten zit, dan kan je lekker warm zitten. Ook zo lekker zacht zijn deze. En deze sectie vind ik altijd zo leuk met alle kaarsjes en geurtjes en zo. Het is natuurlijk niet echt een zomeressential, dus ik denk niet dat ik iets mee ga nemen. Maar er staan wel weer hele mooie bij. Dan gaan we nu beginnen met het uitpakken van de tassen die ik hier naast me heb. Ik heb echt heel veel leuke dingetjes gevonden. En het eerste item waar we mee gaan beginnen was ook het eerste item waar ik tegenaan liep. Namelijk deze powerbank. En ik vind het altijd super handig om een powerbank bij me te hebben als ik een lang dagje wegga. Bijvoorbeeld als je naar het strand gaat of als je gaat winkelen of noem het maar op. Je kan echt van alles bedenken. En natuurlijk ook als je gaat reizen in het vliegtuig en zo op het vliegveld. Dan is het ook gewoon altijd heel erg handig om zo'n ding bij te hebben. Ik moet ook heel eerlijk zijn. Ik ben zelf iemand die als ik echt iets leuks ga doen 12.000 foto's en filmpjes maak en alles wil vastleggen. Zeg maar, ik vind het gewoon helemaal leuk. Maar dan gaat wel je telefoon heel snel leeg. Dus ik ben hier helemaal blij mee. En deze was €12,95. Dan gaan we naar het volgende item. En dat is deze zonnebrandolie. Ik vind hem ook nog eens een keer heel erg leuk uitzien. En deze had ik dus van tevoren al op een reclame gezien. Deze is met SPF 30. Je had hem ook met SPF 15. Maar ik ben voor 30 gegaan. Dit is dus het flesje van dichtbij. Deze was €2,69 en ja, ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen jongens. Smeer je in. Ze hadden heel veel zonnebrand. Echt van allerlei soorten. Niet normaal, dus echt fijn. Maar ik ben dus voor deze gegaan. Wat je natuurlijk ook nodig hebt nadat je in de zon bent geweest, of tenminste, ik vind het altijd wel fijn, is aftersun. Ik moet ook heel eerlijk zijn, ik vergeet het heel vaak. Dan heb ik gedoucht, dan heb ik mijn bodylotion op of zo. Maar eigenlijk is het dan veel handiger om aftersun op te doen. Zo ziet de verpakking eruit. Ik denk dat dit echt een hele fijne gaat zijn. Ik wil hem ook even ruiken. Ik weet niet, op de een of andere manier wil ik dit altijd meteen even ruiken. Het ruikt heel fris.
is, zeg maar. Ik denk dat dit zeker wel gaat helpen. Nou nog niet vergeten om te gebruiken. Maar ik ben hier helemaal blij mee. En deze was 5,49. Dit is zo'n item wat ik ook echt belangrijk vind om te hebben. En elke keer vergeet ik het weer om te kopen voor mijn vakantie. Ik heb namelijk wel een band die ik gewoon om mijn koffer kan doen. Zodat die extra dicht zit. Ja, voor mijn gevoel, ik vind het gewoon fijner als je gaat vliegen en je koffer gaat mee. Dat die gewoon extra verstevigd is, om het zo maar even te zeggen. Maar hier zit dus ook een slot op. Dus dat lijkt me ook wel heel erg handig om te gebruiken. Moet je wel zorgen dat je niet de code vergeet. Dus ik ga hem even goed in mijn telefoon zetten voordat ik hem ga instellen. Maar dit is dus de bagageband. En hier achter op het plaatje kan je ook zien dat die dus om de koffer heen zit. Ze hadden ze ook in nog veel meer kleuren, echt zwart, groen, rood, noem het maar op. En deze was 1,99. En van dit item word ik echt helemaal vrolijk. Namelijk deze koeltas. Ik heb denk ik nog nooit zo'n fancy koeltas gezien. Je had hem in allerlei kleuren. In groen, geel, blauw, van alles. Ik ben voor roze gegaan. Ik vond deze er heel erg leuk uitzien. Aan de voorkant heb je dus dit motiefje. En aan de achterkant is die gewoon helemaal effen. Verder, als je hem openmaakt, is het gewoon letterlijk een koeltas van binnen. Dus er kan gewoon heel veel, er kan heel veel in, trouwens. Dus er kan tot 24 liter in. Dus dat is echt een hele grote tas. Dit is natuurlijk super leuk om mee te nemen naar het strand. Of als je een keer gaat picknicken. Het lijkt mij heel erg leuk om binnenkort een keertje gewoon in Nederland naar het strand te gaan. En als je dit al meeneemt en allemaal drankjes en zo in doet en hapjes, dan blijft het lekker koud. Deze tas was 4,36. En daarnaast heb ik ook deze cool elementen meegenomen. Dit zijn 2 stuks en deze waren 99 cent. Ik ben helemaal ready to go met deze koeltas. Dan gaan we door naar deze 2 items die eigenlijk een beetje bij elkaar passen. Dit is namelijk allereerst een beker. Ik had dus eerst een andere beker gepakt en toen zag ik deze. En toen dacht ik, dit is nog veel beter voor de zomer. Want hier blijft je drankje dus echt koud in. Ik vind het altijd knap hoe ze het kunnen maken. Maar er staat echt, ja, dat het gewoon veel langer koud blijft. Ik vind het ook gewoon een hele mooie beker. En dan kan je hier dus op het plaatje zien dat het echt bedoeld is om je drankje koud te houden. In de zomer kan je me echt niet gelukkiger maken dan heel koud water of een heel koud drankje. Dus ik weet zeker dat ik dit veel ga gebruiken. Deze was trouwens 2,99. En dan gaan we door naar een drankje wat ook in de beker zou kunnen. Namelijk deze Cold Infusion water iets. Het is een soort theezakje wat je dus in water kan doen. En dan gaat heel je water naar lemon, lime en mint smaken. Het zijn eigenlijk gewoon theezakjes voor koud water. En ik denk echt wel dat dit een lekker fris zomerdrankje is. En deze was ook maar 99 cent. 12 theezakjes zitten erin. Dus ik ga dit zeker uitproberen. Ze hadden hem ook nog in aardbei. Maar dit wordt denk ik een beetje een soort, ja, limoendrankje. Oh ja, en deze had ik ook nog meegenomen. Was ik alweer helemaal vergeten. Dit zijn van die soort ijsklontjes. Maar dan in de vorm van een stick. En die je dus kan hergebruiken. Dus je maakt het koud. Stop je in je drankje. En dan blijft je drankje dus ook koud. Op het plaatje kan je ook zien dat ze het in een kan doen. Zodat heel het drinken koud blijft. Ik vond het er ook gewoon interessant uitzien. Gewoon, het ziet er best wel vet uit, denk ik. Ook als je dit in een kan dus doet. Of in een glas. Ik denk, ja, ik weet niet. Ik vind het wel wat. En deze waren maar 77 cent. Dit is zo'n item wat ik ook altijd in de zomer nodig heb. Ik vind het in ieder geval heel erg fijn. Dit is namelijk een body mist. Want ik vind parfums altijd best wel zwaar. En als je gewoon lekker naar het strand gaat of naar het zwembad, dan hoeft het voor mij overdag niet zo'n hele sterke, zware geur te zijn. Maar dan vind ik het altijd wel fijn om gewoon zo'n body spray, body mist te hebben, in je tas te gooien en mee te nemen. Deze is van Guess en ik vind hem er überhaupt al heel erg mooi uitzien. Ik ga hem even opsprayen, want ik vind het altijd best wel lastig om het in de winkel te ruiken als je al heel veel geuren om je heen hebt. Oh, deze is echt heel erg lekker. Ik wil hem dus meenemen op vakantie. Ik ben bang dat hij tegen die tijd al bijna op is. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ga over een week al. Dus dit is ook echt wel veel. En deze was 6,95. Dat geurtje ruikt echt zo lekker. Het hangt hier helemaal in de lucht. Maar we gaan door naar het volgende item. Namelijk deze scheermesjes. Ze zitten ook helemaal in een tropical verpakking. Natuurlijk heb je altijd scheermesjes nodig. Of in ieder geval, ik gebruik die gewoon het hele jaar door natuurlijk. Maar ja, ik dacht meteen weer even meenemen voor de zomer.
Dit is dus de verpakking. Zoals ik al zei, helemaal met een soort tropical thema. En deze waren €4,95. Ik merk altijd heel erg als ik in de zomer zwem, bijvoorbeeld in de zee of in chloor, dat je haar best wel droog wordt. Van gewoon als er zonnebrand inkomt of van het zeewater. Je snapt me wel. En dan is het gewoon heel erg fijn om conditioner te hebben. Deze is met kokosnoot. Ik vind hem heel erg lekker ruiken. Dat is dus deze verpakking. Ik moet eerlijk zijn, ik gebruik het hele jaar door conditioner hoor. Maar in de zomer vind ik dus een stuk belangrijker. Ik vergelijk het zelf eigenlijk altijd een beetje met aftersun. Nadat je dus zonnebrand hebt gebruikt, vind ik eigenlijk conditioner ook een beetje zoals je nadat je shampoo hebt gebruikt. Dat het gewoon net wat voedzamer is en ja, daar word je ook gewoon je haar heel erg zacht van. Maar dat is dus deze. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste, namelijk deze iPhone kabel. Ze hebben natuurlijk ook kabels voor andere telefoons, maar ik heb zelf een iPhone. Deze is 1,5 meter lang. Ik vind het altijd heel erg fijn, want dan kan je mooi overal je telefoon gebruiken. En ik neem dus altijd, als ik dus op reis ga, een extra kabel mee. Dus vandaar dat ik deze heb meegenomen. Deze heb ik ook eigenlijk gepakt nadat ik dus de powerbank had gevonden. Ik kan daar in ieder geval dus weer helemaal tegenaan deze zomer met mijn nieuwe powerbank en mijn nieuwe oplader om allemaal leuke foto's en filmpjes te gaan maken. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan ook even een duimpje omhoog. Ik ben ook heel erg benieuwd welk item jullie het leukst vonden, wat je zelf nog echt nodig hebt voor de zomer. Vergeet in ieder geval ook zeker niet om even te abonneren op het kanaal van Action hieronder. En als je zin hebt, ook op mijn kanaal. Er komen ook natuurlijk ook weer allemaal vakantievlogs aan waarin ik deze producten ga gebruiken. Dus dan zul je ze ook terugzien. Allemaal een hele fijne zomervakantie. En hopelijk tot snel. Doei!